blijf even staan op zo'n kutpootje. Oké, dank u. Ja. Oké, welkom bij mijn vlog. Dat dus. We zitten in de auto. De streamer die zit ook in de auto. Volgens mij, als ik zo draai, dan ben je ook wel een beetje in beeld. Maar dat weet ik dus niet, want mijn camera heeft geen schermpje. Maar dat maakt niet uit, want ik wil een nieuwe. En dat gaat er ook komen, maar nu nog even niet. Ik moet eerst maar eens even kijken of ik dat vloggen langer dan 3 dagen volhoud. Want anders is het ook te zonde om een nieuwe camera te kopen. Anyway, we zijn op weg naar Hilversum. Daar staat Riemers oude huis. En dat moet verkocht worden. Er staan heel veel spullen in. Moet weggegooid worden, alles. Blablabla. Knip. Doen andere vloggers dat ook zo? Ik denk niet in de auto of binnen in de auto. Nee, maar ik bedoel zeg maar dat ze alles 3 keer opnemen en dan knippen. Ik ben bang wel, stiekem ja. Nou ja, je ziet soms toch de hele harde knippen erin zitten. Ja, maar ik dacht altijd dat ze dan gewoon te lang lulden en dat ze dat ook gewoon zeg maar... Ja, dan lijkt het op, maar stiekem hebben ze gewoon enorm 50 takes gedaan met alles, ja. Kwamen ze niet uit hun woorden en iets en alles. Ja, dat kan wel, ja. Nou, vanavond is in Hilversum de finale van Holland's Next Top Model. En daar ga ik dus naartoe samen met Aafke. En daarvoor ga ik nog even langs Maan. Die gaat ook vloggen. Dus dan gaan we onze actieplannen eigenlijk een beetje verzinnen. En tussentijd gaan we wat eten of zo. Geen idee. Maar dat zie je allemaal nog wel. Want dit is toch nog zeg maar een soort van prequel. Want eigenlijk begin ik pas straks bij Maan. Als we echt besloten hebben wat we gaan doen. En hier komt een tunnel. Dus doei. Goed. Ja, volgens mij ben ik nog steeds wel te zien, want er is gewoon licht in deze tunnel. Zo, kijk, nu zit mijn haar dus los. Want dat is toch een beetje mooier. En ik zit dus nog een beetje te denken van, moet ik ook iets van make-up op mijn hoofd gaan smeren? Want, bukkel. Zeg maar, de eerste dag dat ik ga vloggen echt... Maar ja, dat vind ik dan ook weer te veel gedoe, want dan moet ik dus elke dag make-up op mijn hoofd gaan smeren. En dat doe ik normaal ook niet, dus dat is een beetje nep, weet je wel. Maar, weet je wel. Hey, ik ben Sanne van de Voice en ik zeg weet je wel. Dit knippen we er wel uit. Het is echt. Volgens mij wordt het best leuk. Dat is wel. En zometeen is mijn batterij al leeg omdat ik veel te veel kutfilmpjes heb zitten maken. En dan ze terugkijken en dan is vanavond bij de Holland's Next Topmodel. Dan moet je met je iPhone filmen. Ja, precies. En dan denk ik zo, and the winner is. Low battery. Die. Oké. Nee, dat moeten we niet hebben. Dus ik ga hem straks gewoon even in de tussentijd nog een keer opladen. Ja? Want misschien moet ik gewoon nog extra batterij. Toch wel, hè? Nee, maar wacht even. Ik moet gewoon een nieuwe camera. Dat was het punt. Oh, ja. Maar misschien wel eentje waar dezelfde batterij in komt. In uur 2. Nee. Oh, ja. Maar dat is een ander set. Anyways, 2 batterijen is best wel goed. Ik moet echt ophouden met die stemmetjes, want dat is echt heel dom, denk ik. Van, oh my god, ik heb echt stemmetjes, jongen. Vet naar. Ik ga al die mensen op YouTube zetten van, oh my god, toen ik echt zo te grappig is met haar stemmetjes. Dat is echt zo stom, hè. Ja, oké. Ik ben onderweg naar Maan, want we gaan onze bloggerplan verzinnen hier. Dus, ik sta nu in de lift. We zijn er bijna. Yes. Speelt u mee met de postcode loterij? Hoi. Hoi. Dat is Toeps. Dat is Maan. En je hebt haar waarschijnlijk al wel gezien in het Disney filmpje. Want wij zijn vorige week naar Disney geweest. En toen hadden wij ineens een briljant idee. Net als de halve wereld. Maar wij dachten, weet je, wij gaan vloggen. Dit kunnen we. Dit kunnen wij. Dus. Ja. Nou, ja. En hoe we dat gaan doen, moeten we ook even uitleggen. Mijn eerste vlog komt... Wat zei ik? Maandag. Maandag, online, elke maandag. Ja, en ik ben wat trager, dus die van mij komt op vrijdag. Ja, maandvlogs die komen dan weer op vrijdag. Ik ben meestal te laat, of vaak, wat dus, rustiger. Op het kanaal van Fashion Milk, waar je nu ook bent. En daar kan je dus ook heel gezellig op abonneren. En dan krijg je dus onze vlogs, soms van ons allebei. En Maan gaat zich in haar eerste vlog uitgebreid voorstellen. Maar je kan misschien nu vast een heel klein beetje voorstellen. Hoi, Maan. Ik ben 27. Even denken. Ben ik nooit goed in. Ik ben niet heel dom. Het lijkt er eigenlijk wel zo. Snip dat er maar uit.
En ik fotografeer. Dat is eigenlijk heel erg leuk. Ik fotografeer gewoon mensen. En daar ben ik mee begonnen toen ik vroeger ooit lang geleden model was. Een soort van. Bij mij de model. Mm-hmm. Ja, dat niveau. Zeg maar, onze agency was... Hoe heet dat, die site? Instagram. Nee, dat bestond nog niet. Onze agency was... Welke site? Model Mayhem. Oh, Model Mayhem. Oh ja, Model Mayhem. Model Mayhem. Ah, Model Mayhem. Model Mayhem. Oh. Ken je het niet? Dat is goed. Goed zo. Ja. Maar ja, nee, ik had wel een agency trouwens. Ja. Ik denk 3 weken. En toen kwam ik mijn agency binnen. En eerst hadden ze zo, eet je wel genoeg meisje? En toen namen ze mijn maat op. En toen zeiden ze, je moet afvallen. Letterlijk. Letterlijk. Nee, maar goed, ik werd geen model, want ik wou tattoos en ik wou raar haar. En ik was dik. En ik ben te lang. En ik heb te grote voeten. Maar ik heb het wel geprobeerd en dat was heel erg leuk. En toen dacht ik, fotografie is nog veel leuker. Fuck it. Ja, dat had ik dus ook een beetje. Ja, daar kennen we elkaar van, maar als je dat verhaal uitgebreid wil horen, dan raad ik je aan om mijn filmpje van Talks About Photography te kijken. Want... Linkje. Er moet ergens een linkje in beeld, want dat doen hippe bloggers. Ja. Vloggers. Ik ga het nog steeds over lasers hebben ook. Kijkertjes. Ja, vloggers doen dat, dus Talks About Photography. Ja. By the way, hallo mensen van Calumet. Give us free stuff, thank you. Een goede vlogcamera met zo'n schermpje. Sorry, we're vlogging. You're welcome in our vlog. Welkom. This is already a great vlog. So you're vlogging now with 2 cameras? Yeah, we're both double vlogging. So you're gonna be... I'm gonna be a vlogger. Are you? Yeah, we're gonna be so YouTube I'm famous. Gonna try. I'll probably do it for 2 weeks and then die. I'm gonna keep walking past your room and be like, hey mom. No. From now on, you'll just hear me talk all day in my room. Okay, that's interesting. That's what vlogging is, right? Yeah. So have you vlogged before, mom? Nope. Moeten we wel vloggen? Ik zal lopen met haar Disney laten en dan komen elke 13-jarige kom naar ons toe. Ah, tops, man! Foto! Dat is gek hoor. Ik heb dat 1 keer gehad, dat is gek. Ja. Way back. Ik moet altijd heel erg lachen als mensen naar jou toe komen en dan zeggen: ken ik jou? En dat je dan zegt: nee! Nope, never see you. Waar heb je op school gezeten? Nee, dan weet ik het ook niet. Oké, om deze uit te leggen, ik heb in een duister verleden ooit meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Alleen dat is zo lang geleden dat bij mensen nog wel de connectie leeft van ik heb je eerder gezien. Maar ze weten nooit precies waarvan of ze durven het niet te zeggen. Heb ik ook wel eens. Echt? Ja. Waarom zouden ze dat niet durven zeggen? Ja, ik weet het niet. Zeg maar, dan komen mensen naar je toe van hey, ken ik je niet ergens van? Dan zeg ik nee, volgens mij niet. Nee hoor, jij maar wel. Je hebt meegedaan aan dat programma. Hoe bedoel je? Zeg dan gewoon dat je me kent van tv. Kom op, wat is deze? Dit is heel ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. Zit je nou te kijken, jongen? Zit je nou te kijken? Wat? Misschien moeten we rustiger met meer tijd tussen onze zinnen praten. Want dan kan je knippen. Holland's Next Topmodel. Hoi allemaal, we hebben net heerlijk gegeten bij het pandje. Niet te verwarren met het paardje. Al dus de 2 overijverige reclamemannen die niks van reclame hadden begrepen die naast ons zaten. Die waren echt hilarisch. Het ging ongeveer zo. Ja, maar het moet gewoon echt bij Umberto Tan. Het moet bij Umberto. Of bij die ene gozer die daar filmpjes laat zien. Hoe heet hij? Maar als hij nou zegt tof filmpje... Ja, dan moeten we hem daar gewoon voor betalen of zo. En dan, ja, maar hoe krijg je het nou viral? Ja, er moet toch iets te doen zijn dat je het viral kan krijgen. Hallo, nou, we staan nu voor Studio 21. Hier is Aafke, die Hallo. Is ook. En ik moet een uitschuifarm hebben, want deze camera is niet geschikt om te vloggen. Maar dat maakt niet uit. Studio 21, zoals je kan zien, Holland's Next Top Model. Ik weet niet of je het kan zien, maar we gaan naar binnen. En dan zie je het snel genoeg. Nou, daar zijn we dan. Kijk. Holland's Next
top model. Met Brown. Brown van de strijkijzers. En nu zijn we binnen. Kijk hoe fancy. Super shiny. Hier hangen allemaal fotootjes van. Van de dinner show. Van de dinner show. Met tegenvaller. Zo, hallo Afke. Oh, kijk, een foto van Loïsa. Nou ja, met heel veel licht erop, dus nu zie je een bak licht. Ja. Een foto van Rachel. Maar dat is goed, want het zijn koolwetenschappen. Een foto van Lisa met fans van Lisa erbij. En een foto van Celine. Sorry, Celine. Sorry, ik vind je heel leuk, Celine. Echt topmeid. Dus jullie hebben geen idee hoe lekker het is dat jullie met z'n allen staan en klappen. Want het is achter de schermen echt één grote hysterische bende. Ja. En als je dan zo binnenkomt en Jacco staat hier, dan is het echt zo lekker. En ze gaan alweer zitten, dat is een beetje jammer. Nee. En allereerst wil ik zeggen, hoe geweldig ziet de look eruit? Ja. En hoe geweldig zie ik eruit? In de laatste minuut voor de live coming up, dus kort is krachtig, ga je verzoeken om de handen vrij te maken. Ik wil dus absoluut niet hangen, maar je moet echt even mijn uitzicht zien. Even geen social media, ook eens lekker. Ondertussen kijken we backstage mee en dat zullen we de hele avond gaan doen. Het is een paal. En hij staat recht voor mijn neus. But well. We hebben wel een beetje slechte bril, hè? Ja, een beetje wel, hè? Cool. Met een waanzinnig optreden van Kim Veenstra, Hannes Next Top Model, de finale. En het publiek gaat naar zijn plaatje! Music, please! Lampje. 2, 1, lampje aan, omhoog! Is dat leuk of niet? Is dat leuk? Dat is leuk, hè? Van af, 3, 2, 1, en dan zet het lampje aan. Here we go, Hilversum is live, 20 seconds, 20 seconden, crew ready, let's do this. Na een heftig seizoen, dat voelde als een achtbaan, met fantastische hoogtepunten. Maar ook momenten dat we er volledig doorheen zaten. Momenten van verbazing, momenten van genot, momenten van vrolijkheid en inleving, heb ik vanavond wordt mijn moment. Vanavond word ik Hilversum Next Top Model 2050. Nou, dat was het. Dat was de finale van Hilversum Next Top Model. Goed, ik had nog bijna de finale gemist. Aangezien ik heel erg nodig naar het toilet moest en de zaal uitrende. En toen zei er iemand, je mag niet meer naar binnen. En toen dacht ik, fuck you, ik moet naar de wc. En toen ging ik toch maar weer naar binnen. En dat kon wel, dus fuck it. En oh ja, ik was net even gezellig met Maybrit Mowag op de foto. Die trouwens echt super aardig is en super leuk. En helemaal niet een bitch. Dus, en ook niet dronken trouwens. En ook niet dronken. Ze was gewoon nuchter. Ze was gewoon nuchter. Ze was echt helemaal leuk. Dus we hebben een selfie gemaakt, die heb je kunnen zien op mijn Instagram. En nu gaat Afke mij even naar Riemers huis brengen. Wat hier 5 minuten vandaan is. En dan ga ik even nadenken wat ik ga doen. Recappen of slapen.